In Regio Voetbal Report deze week aandacht voor de Papendrechtse derby in de tweede klasse D tussen Drechtstreek en Papendrecht. Bij Papendrecht blikken we vooruit op het duel met aanvoerder Nick Kamerling en Koen Lichaam. Hoe verklaart Kamerling de koppositie van het gepromoveerde Papendrecht? Enigszins wat geluk. En aan de andere kant denk ik toch wel wat kwaliteit waarover we beschikken. Vooral aan het begin van de competitie hebben we hier en daar wat geluk gehad. Eerste wedstrijd meteen de laatste minuut Lombardij met eigen doelpunt, waardoor we meteen 3 punten pakten. En dat geeft natuurlijk meteen ook wel zelfvertrouwen. Daarnaast eigenlijk wel gelopen, een paar hele aardige wedstrijden gespeeld. En wat ik zeg, soms wat gelukkig 3 punten gepakt, maar uiteindelijk de eerste 6 gewonnen en meteen een voorsprong opgebouwd. Zo. Jullie zijn vorig jaar kampioen geworden met 10 punten voorsprong. Hoe ga je dan de tweede klasse in? Nou, ik had zelf eigenlijk zoiets van, even afwachten, even kijken wat we voor onze kiezen krijgen. Zeker met de regio Rotterdam. Zelf heb ik nog nooit in gespeeld, altijd in Zuid en Zeeland en Brabant, in de jeugd. En ook hier in het eerste de afgelopen jaren. Even afwachten, kijken of ploegen wel eens tegenstanders krijgen. En zelf had ik gehoopt van tevoren, en dat is dan echt wel het enige optimisme om een periode te pakken. Wel uitgesproken, nou ja, dat je dat dan binnen 6,5 wedstrijd geloof ik al te pakken heb. Ja, dat is alleen maar mooi meegenomen. Ja, en dan de tweede periode begint wat wisselvallig. 2 gewonnen, 2 verloren. Klopt. Ja, dat lijkt eigenlijk een beetje op vorig jaar. Vorig jaar hadden we de eerste 7 gewonnen geloof ik. En toen verloren we ook van een van een laagvlieger. En dat sluipt er dan toch een beetje automatisch in denk ik. Dat je toch op de een of andere manier even iets minder gemotiveerd bent en dan wat kwetsbaarder bent. Zat het ook even wat tegen. Eerste puntverlies geloof ik, daarna was het tegen Spirit, dacht ik. 1-1 gelijkspel, kwam ook goed weg laatste minuut. Ja, of we heel veel minder speelden. We speelden wel iets minder gemotiveerd, zag je, iets minder enthousiast. En vervolgens tegen Wieldrecht dan eerste verliespartij. Nou, dat waren eigenlijk 2 persoonlijke foutjes waardoor we uiteindelijk daar verloren. Dat is ook wel onnodig, maar hij zag wel dat er iets minder vanaf spatte meteen. Dat, ja. Automatisch denk ik op een of andere manier. Koen, na 3 jaar Alblasserdam weer terug bij Papendrecht. Ja, dat klopt. Na 3 jaar keuze gemaakt om terug te gaan naar Papendrecht. Waar ik vanuit de jeugd naar Alblasserdam ben gegaan. Op dit moment hartstikke naar mijn zin. We doen het goed als team zijnde. In eerste instantie, je komt natuurlijk in een ploeg die gepromoveerd is vanuit de 3e klasse. En je weet natuurlijk ook niet zo goed wat je moet verwachten. Maar ik denk dat we het heel goed hebben opgepakt en een periodetje gepakt. Het gaat nu eventjes een paar wedstrijden iets minder. Maar goed, dat is alleen maar een stimulans om het aankomende zaterdag er vol op te klappen. Afgelopen zaterdag verliezen jullie van Oude Maas, ook een titelkandidaat. Hoe kwam die helaas tot stand? Ik denk dat wij niet heel erg sterk aan de wedstrijd begonnen zijn. Gasten gingen er feller op en ik vond ook dat de eerste helft dat hun wel beter waren. Al hebben ze niet heel veel kansen gecreëerd. Ja, en dan ga je de tweede helft in en ik denk dat we dat heel goed hebben opgepakt. Iedereen ging er keihard voor. En ik persoonlijk denk ik dat ik een 100% kans kreeg. Maar ik werd onderuit gehaald. Nou ja, scheidsrechter fluit niet. Ik denk dat dat wel een belangrijk moment in de wedstrijd is. Want geeft hij wel een rode kaart of kan je wel door? Ja, dan is het misschien een doelpunt. Nou ja, goed, het blijft 0-0. En die jongens die maken een goal eigenlijk uit het niets. Want niet echt kansen gecreëerd. En die valt er prompt in. En, dat is jammer. En ik denk dat een gelijkspel verdiend was. Maar dat zat er zaterdag niet in. Nou, aanstaande zaterdag tegen de Drechtstreek. Die zijn vorig seizoen gedegradeerd terwijl jullie gepromoveerd zijn. Mm-hmm. Dan zou je verwachten dat hun hoog staan. Maar jullie staan eerste en hun staan een stuk lager. Hoe kijk je naar die wedstrijd uit? Ja, het is een beetje lastig. Kijk, je kan wel zeggen hun zijn gedegradeerd. Dus hun uit de eerste klasse. Dus hun zouden, als je het zo bekijkt, kwalitatief een beter team moeten hebben. Ik heb vorig jaar ook tegen Drechtstreek gespeeld. En dat is wel gewoon echt een team wat er altijd wel keihard opklapt. En ik denk dat dat ook vooral hun kracht is. En wij moeten zaterdag laten zien dat wij dat ook kunnen. En wij kunnen goed voetballen. Dat hebben we laten zien. En zoals afgelopen zaterdag, de tweede helft, zit het met de inzet ook wel goed. Als het bij iedereen de kopjes de juiste richting opstaan. Dus ik denk dat het is ook algemeen bekend, denk ik. Een derby,
of de een nou hoger staat en de ander wat lager. Dat zijn meestal wedstrijden, daar is het, ja, het niveau qua voetbal is niet altijd heel erg hoog. Maar het is altijd wel sensatie en iedereen werkt zich slagende rond om te winnen. Dus ik denk dat het erom gaat hangen en wij gaan ons stinkende best doen. Hoe leeft het binnen Papendrecht? Ja, nou ja, goed, die jongens van Drechtstreken, Papendrecht, wij kennen elkaar, de meesten kennen elkaar wel. In het weekend zien we elkaar wel in Tijdloos. En nogmaals, de meesten zijn wel vrienden van elkaar, maar aankomende zaterdag is het voor 90 minuten eventjes elkaars vijand. We hebben een jonge ploeg, waar gaat dit Papendrecht eindigen? Nou, waar gaan we eindigen? Vorige week ook al uitgesproken dat ik zelf Zuidland de absolute favoriet vind. Waar we zelf gaan eindigen, ja, we moeten het wedstrijd voor wedstrijd gaan bekijken. En elke wedstrijd is er één op zich hoor. Het is echt een competitie waarbij iedereen van iedereen kan winnen. Dat zie je elke week weer met al die uitslagen. Ik bedoel, wij hebben ook nu eigenlijk alleen maar punten verloren tegen Laagvliegers op Oude Maas na dan afgelopen zaterdag. Dus ja, we zullen het moeten zien. Ik denk als wij na 20 wedstrijden nog een puntje of 5-6 voorstaan, dat we echt wel reële titelkansen kansen hebben. Maar voor nu, we hebben een periode, dus we gaan in ieder geval de na-competitie in. Dus maar verder moeten we maar aankijken waar we gaan eindigen. Als dan zaterdag de rechtstreek, een wedstrijd die jullie jaren niet gespeeld hebben, hoe leeft dat binnen de groep? Ja, dat leeft zeker wel binnen de groep. We hebben natuurlijk nu, in tegenstelling tot afgelopen jaar op de zondag, hebben we nu echt een ploeg met alleen maar Papendrechters. Nou, die jongens die zijn hier ook s'avonds zaterdag vaak te vinden in de plaatselijke kroeg waar ook veel rechtstreekers lopen. Ook de hoogsponsor van de rechtstreek natuurlijk. Dus ja, dan heb je altijd wel wat woordenwisselingetjes of wat grapjes of wat uitdagingen. En dan, dan omcirkel je eigenlijk meteen het begin van de competitie al wel 13 december. Hè? Omdat dan die grote, de echte Papendrechtse derby plaats zal vinden. En natuurlijk hier in Papendrecht heb je echt maar 2 teams. In Dordt heb je ook derbies, maar weet ik hoeveel teams. In Papendrecht heb je natuurlijk maar 2. Dus ja, het is de echte Papendrechtse derby. Dus ik ben benieuwd hoor. Ik heb hem alleen nog in de jeugd gespeeld. En dat is natuurlijk veel minder zo'n klein veldje. Maar nog een aantal keer ook in de B's en de C's. Daarna speelden wij wat hoger dan de rechtstreek. Maar ik ben benieuwd, ik weet niet echt wat ik kan verwachten, maar ik denk dat het wel aardig wat publiek op af gaat komen. Als je voorspelling moet doen? Nou ja, ik heb vorige week al gezegd, dus het is een beetje gek als ik daarvan af ga wijken. Maar ik denk dat wij meer kwaliteit hebben. Dat zie je natuurlijk ook terug in de stand nu na 11 wedstrijden. Maar ik denk dat Drechtstreek vooral een strijdlustig ploegje hebben en er flink op zal klappen. Dus dat wij vooral op inzet het verschil zullen moeten maken. Ik denk als wij onze duels winnen en goed gemotiveerd zijn, waar ik zeker wel van uitga, dat we dan wel favoriet zijn en het potje uit moeten halen. Ik denk 0-3.